gefeliciteerd. 2-1. Goed resultaat. Ja, het was heel leuk vandaag. We hebben wel een heel goede wedstrijd, heel veel kansen gecreëerd. En we moeten gewoon meer gescoord. Maar 2-1, 3 punten uit is gewoon prima. Vooral voor rust kregen jullie veel kansen. Ja, klopt. We moeten meer goal gescoord hebben. En als ik zeg, we hebben een goede wedstrijd op die omschakeling aanvallen en ook verdedigen. Heel veel kansen gecreëerd, maar proberen om die heel veel kansen te creëren elke wedstrijd. Maar wij zijn ook een beetje ongelukkig elke wedstrijd. Maar als ik zeg 2-1, 3 punten, dat is prima. Ik bedoel, na de wedstrijd Roda, wij hadden gewoon één doel. En 3 punten pakken hier. En gewoon, was gewoon prima vandaag. Ja, want dat hebben jullie wel te harte genomen. Jullie hebben wel gedacht van, de trainer heeft ons gezegd van, er moet meer passie, er moet meer agressiviteit, meer strijd. Dat moest je echt vandaag laten zien. Ja, klopt. Dat wij getraind heel goed de laatste week. En wij gaan proberen om die blijven focus en concentratie hebben tot end of the month, 30 april, van de bekerfinale. En dat is het allerbelangrijkste van ons. En wij gewoon opbouwen om die goede hoe zeg je dat? Goede situatie hebben gelijk en gewoon één team blijven en gewoon alles bij elkaar gaan doen. En dit is heel belangrijk van ons. En vandaag, wij laten het gezien, een heel goede wedstrijd gespeeld en wij moeten gewoon door na de bekerfinale. Je maakt zelf de 2-0, haal hem nog eens eventjes terug. Ja, voor mij is het belangrijk iedere wedstrijd om mijn beste te doen. En vandaag gelukkig gescoord weer. En, Goeie combinatie in de zijkant. Ja, precies. De bal van Matthias, 1-2 met Woutje. En gewoon goede actie gemaakt. En daarna gewoon, ik dacht gewoon doen met links. En ik denk dat was een mooie goal. En na de 2-0 gewoon meer positiespel gespeeld. En laatste minuut één goal. Maar 2-1 was genoeg om 3 punten te pakken. Ik denk toen die 2-0 viel dat jullie dachten van zo, die zit in de knip, dat is binnen. Ja, precies. Na de 2-0 wij gespeeld met de bal. En heel veel goede actie gemaakt. En nog meer kansen gecreëerd, maar niet gescoord, als je zegt. Maar 2-1 is genoeg voor ons vanavond om die 3 punten te pakken en weggepakt. Dat is heel belangrijk. Gaat lekker met je Nederlands, hè? Ja, is veel beter nu, maar nog steeds ik proberen om te leren. En voor mij, ik begrijp het heel goed, maar nog steeds praten is een beetje moeilijk. Maar voor ons is altijd belangrijk om die trainer te begrijpen, weet je. Omdat die alle tactische dingen en dit soort dingen is gewoon in Nederlands. Daarom... Maar Weghorst loopt langs, gaat het in het Nederlands? Ja, het gaat in het Nederlands. Ja, maar hij weet dat het is gewoon een beetje slecht. Maar ik probeer om te praten, omdat ik al 5 jaar en bijna 4 jaar van in Nederlands. En ik moet een beetje praten, weet je. Maar ik ga mijn best doen om die meer te leren. Dankjewel.